on the wrong side of the road. But I believe I grew strong. Just enough to carry.
If I can't understand your silence, how will I understand your words? I just need a bit of guidance. So let me into your world. Get your mind.
listen. They try them down zero see and then them start sweat through me. Don't take no disrespect. Me come from down in the city without heart and pity. Who don't know me not go to neither dress. Anything text me will fall from my name. My call make sure for me ready pistol call. Let's see why better if I come out with one call. Hey, what you know what I come on.
founder. Vortex, tagging up your portal frame. Package turns with pretty bowls to me, they'll always look the same. Copycat wedge lists, swear they never hear the shame. Raveners, whichever way they're having us at intake. Concoctions medicinal that I drop by mistake. And their imprints. They said I had the coach stare for a young lad. I watch them giggle as they play with their mum and dad. Slowly but surely the demon emerges. Time after time fighting murder resurges. I sit and shake from adrenaline surges. Fear
by the people, but cursed by the clergy.
dankjewel. Ik heb. Ja, ik vond het laatste kwartiertje een minuut. Yes, yes, Erik Hartog in vorm! Laat je horen! Ik hoop dat ik er zelf nog iets uit krijg. Nou, genoeg mogen lopen. Denk even Facebook. Ah. Doe de airco toch even uit, want anders blaast hij in de microfoon. En dat moeten we niet hebben natuurlijk. Heb jij al een microfoon? Ik heb geen microfoon. Maar dan moeten we die nog even regelen. Goedenavond. Daar is hij dan. De enige echte, ja. Zo, Erik, hoe was het? Zijn je op de mic? Nee, we zijn niet op de mic. We zijn goed te horen, anders krijgen we wel een seintje, Erik. Dus de enige... Oh, staat het nu niet aan? Nee, je hoort ons niet via de speaker, maar wel op de stream. Oh, oké, dan is het goed. Dus geen rare dingen zeggen, want iedereen hoort alles. Nee, dat is waar. Dus als ik reageer op Rolly, dan... Kan het soms een beetje raar zijn. Als ik heel erg veel, hoor je me wel. Ah, oké, ja. Top. Nee, maar Erik... Ik kan het zelf weer fantasieën zeggen. Dat, nee. Ja. Erik, hoe was het? Ja, ging wel lekker. Ik had in het begin, moest ik even een beetje erin komen. Ik weet niet of... Sorry, misschien zat ik voor de naast te praten. Maar ik moest in het begin een beetje inkomen. En uiteindelijk was het... kwam ik vooral met de laatste stijl, muziek, drum en bass, kwam ik wel wat beter uit. Ja. Wat diepere drum en bass. Je ging steeds een stukje harder, toch? Ja, ik begon met een beetje dancefloor, een beetje liquidity-achtige nummers. En toen ging ik naar wat meer neurofunk. Dat zijn toch wel wat duisterdere drum en bass. Ja, precies. En ik eindigde met wat diepere drum en bass. Oké, okay. Ja, ik heb ervan genoten in ieder geval. Ik hoop Gelukkig. De mensen thuis ook. Hey Erik, voordat we verder gaan, kun je iets over jezelf vertellen? Kun je jezelf even kort voorstellen? Ik ben Erik. Ik ben... Zoals je dat noemt, een langstudeerder. ik heb dit jaar een tussenjaar gehad door problemen met mijn inschrijving vorig jaar. En, wat voor problemen? Ja, collegegeld te laat geregeld. Ja, dat was heel stom van me. Maar dit jaar ga ik dus aardwetenschappen doen, wat ik vorig jaar ook al wilde doen. En, dan, aan de VU ook? Aan de VU, ja. Aan de VU. Okay. En voor de rest hou ik me ook gewoon een beetje bezig met draaien. Dat is wel duidelijk. Ja, hoe lang draai je ongeveer? Ik draai een jaar of vier. Of vijf. Nee, vijf. Vijf. Vijf jaar al, dat is wel een tijdje. Nee, trouwens. Nee, helemaal niet. Dat is echt gelul. Sorry, dat is echt drie jaar. Drie jaar. Nee, ik kijken, want... Ja, 3,5. Het is, maar ja, 5 jaar is een beetje te lang. Ja. En je begint ergens en je gaat steeds meer draaien natuurlijk. Ja, het is gewoon thuis Het is ook niet één moment vaak... Zo van, ik ben nu DJ, maar meer dat je de interesse groeit en dan... Ja, precies. Begint. Ja, en ik probeer... Ja, ik probeer wel altijd een beetje snel door te mixen. Lukt vanavond niet helemaal. Maar ja, weet je, dit draait niet altijd op je top. Dus, precies. Ja, precies. Maar ik vond het hartstikke leuk. Ik vond het hartstikke leuk. Wel echt heel erg warm. Ja, het is zeker warm. Ik wilde maar vandaag naar Spa Zuiver gaan, maar dat hoeft niet meer. Dat is, nee, dat denk ik ook niet. De sauna heb je in ieder geval gehad. Niet heel zuiver, maar wat zei je? De sauna heb je in ieder geval gehad. De sauna heb ik gehad. Misschien het ijsklontjesbad, dat die nog wel van pas komt. Oh, komt die? Nou, in Spa Zuiver heb je dat misschien. Ik ben er nooit geweest. Ja, nee, ik ook niet hoor. Ik zou er nooit heen gaan. Maar ik had nog een vraagje, want altijd als ik op Uidensteden kom, dan hoor ik muziek als entree van de campus, zeg maar. En dat komt uit jouw raam. Het komt uit mijn raam vaak, ja. Jij bent de welkomst-dj van Ik ben de welkomst-dj, toch? Ja. Niet iedereen kan het waarderen. Sommige mensen lopen echt met een recht gezicht langs. Heb je wel eens gezegd van, kap eens met die muziek? Ja, één chick die ging zeuren, die langsliep. Maar ja, ik dacht zoiets van, ja, weet je, ze zag er ook best wel zuur uit. Ja, dan moet je mensen Sommige mensen drinken gewoon azijn, daar kun je ook niks aan doen. Ja, klopt. Ja, het is bijna elke week wel in de aanbieding bij de appie, dus... Hé, hey, maar daarover. Ik heb al een tijdje niks meer uit jouw raam gehoord. Hoe komt dat? Mijn controller is kapot. Ja, en, dat is niet zo mooi. Nee, dat is niet zo mooi. En ik heb niet heel veel geld ter beschikking. Helaas geen rijke papi en mamie die dat willen betalen. Dus ik moet eventjes wachten tot ik die kan repareren. Ja. En dan ga ik gewoon weer verder. Ja, Ome Duo kan ook goed Ome mee. Duo, kijk, vanaf september is Ome Duo er weer. Ja, dus dan wordt het echt helemaal uitpakken met de DJ-apparatuur. Ja, precies. Ja, dan ga ik nog lichter naar buiten doen. En nog een MC, een vaste MC erbij. Wat zei je? Dan hebben we weer ons welkomstmuziek. Ja, zeker. Ja. Nice. Ja, er komt ook wat hardstyle bij. Hardstyle? Nee. Ja. Ja, kan, hè? Ik bedoel... Ik denk dat er dan meer geklaagd gaat worden over... Hardstyle is wel een specifieke stijl, dat klopt, maar... Jezus, ik kan me houden.
mijn voet niet eens op mijn knie houden. Zo, ja. Nou, we zijn zo klaar, Erik. En dan mag jij lekker frisse neus halen. Ik heb nog twee vragen. Oeh, goed voorbereid. Kun je dat aan? Ja, ik kan het zeker aan. Okay. Ja, ja. Eén vraag. In vorm is je DJ-naam. Ben je ook een beetje in vorm? Ik ben altijd in vorm. Ja? Ja, tuurlijk. En, ochtends in vorm, 's avonds in vorm. Ik ben altijd in vorm. S'nachts ook? S'nachts ook. S'nachts ook ben je op je best? Ik ben op mijn best eigenlijk wel in de ochtend, toch wel. Ja? Ja. Ik ben wel iemand die snel in slaap valt. op een after of zo, of weet ik veel wat. Dus ja, dan merk je toch al dat je wel een beetje een oude man begint te worden. Mm-hmm. Ja. Maar meer over in vorm. De DJ-naam, kun je iets vertellen over hoe je daar op bent gekomen? Ja, het is echt heel kinderachtig. Ik zat gewoon een beetje de posters voor me te zien. De posters voor me te zien van feestjes. En ja, zie je de Noisy op staan, weet je. En ja, gewoon hele dikke namen. En dan zit je gewoon te denken van, ja, wat voor naam zou ik willen hebben als er stond Noisy back to back. Stel je voor, ik word echt een keertje groot. Wat niet gaat gebeuren, want ik ben echt, ik ben totaal niet goed in netwerken en zo. Ja. Dus, maar waar was ik nou? Oh ja, ik zat gewoon te denken van, ja, wat staat gewoon vet. En in vorm is wel een, ja, ik haal het met mensen in discussie ook, dus misschien is dat wel een bijpassende naam, weet je. Dat denk ik ook wel. Ja, ja, zeker. Maar, en ja, je kan er leuke woordgrappen mee maken, toch? Ja, ja, zeker, ja, zeker. Dus dat is ook altijd wel belangrijk. Wel of niet in vorm bent. Precies, heb je nog meer woordgrappen erover? Nee, eigenlijk is het allemaal wel dat. Ja, dus het is eigenlijk wel, ja. Maar ja, simpele woordgrappen zijn goed, toch? Ja, die zijn vaak. Ja, je grappig. Moet niet te moeilijk doen over, ja, ja. Dus, Oké, maar... Toch nog even iets meer over dat Facebook en dat internet typen. Ze noemen jou ook wel een keyboard warrior, toch? Nee, ja, of ik hoorde... alleen ik dat? Ja, jij, nou, wel meer mensen hoor. Maar ik ben trots. En weet je, het is gewoon een beetje shitposten. En soms ben je, word ik een beetje te serieus, want dan is het een serieus onderwerp. En dan denk ik toch wel van, ja, weet je, ik ga toch wel eventjes erop door. Ja. En dan wat serieuzer. Maar ik vind het wel gewoon heel leuk om mensen... Ja, bijvoorbeeld 5G-gekkies en zo, om die gewoon een beetje gek te maken en zo. Ja. Gewoon een beetje boos te maken. Dat snap ik. Het is ook wel leuk om een beetje up-to-date te zijn van hoe andere mensen over dingen denken. Dus ik was benieuwd, wat is nou de meest absurde post die jij in de afgelopen week bent tegengekomen? De meest absurde post? Wat is de... Misschien kun jij me helpen, Matthijs. Wat is het meest absurde wat ik heb... Weet je niet? Heb je het beeld? Gaf... Wel een beetje, je zou me supporten vandaag. Ja, ja. Nee, kun je niet zo'n simpele vraag over mij beantwoorden? Ja, dan moet je me even tijd geven. Oké, nou ja, jammer. Ik post zoveel troep, dat het op een gegeven moment gewoon, weet je, zelf ook niet meer wat je hebt gepost. En dat zou heel goed kunnen, ja. Ja, dus ik, het is ook niet, mensen denken altijd dat ik het te serieus neem. Maar ik vind het is gewoon echt pure verslaving. Gewoon puur verslaving om mijn telefoon te kijken van AT5. Ja, dat is dan altijd het goudmijntje. Het is niet de ergste verslaving die je kan hebben, gelukkig. Dus, er zijn ergere verslavingen te bedenken. Ja. Ja, zeker. Oké, helemaal goed. Nou, om toch nog een beetje af te sluiten met de muziek. Want we hebben, er is mooie muziek geweest vanavond. Wat is nou een feestje, een topfestival, waar jij ooit nog eens zou willen draaien? Als het weer kan natuurlijk. Ja, Let It Roll. Let It Roll. Ja, gewoon Let It Roll. En waarom? Let It Roll is het grootste drum en bass festival ter wereld. Ik weet niet hoeveel mensen erop afkomen, maar echt tienduizenden volgens mij. Volgens mij iets van 30.000 of zo, 40.000. En het is in Tsjechië, vlakbij Praag. En alle grote artiesten komen erheen. En de sfeer is daar echt, ja... Ik weet niet of je ooit naar een Oost-Europees festival bent geweest, behalve Sziget. Want Sziget is een beetje. Ik ben ook niet bij Sziget geweest. Volgens mij is Sziget een beetje een ballenbak. Nee, maar, ik ben alleen bij Melten in het buitenland geweest. Melten in Duitsland, toch? Ja, precies. Nee, dus, verder dan dat heb ik er niet gestopt. Het is gewoon de laatste avond, is iedereen gewoon helemaal. Het is echt. Dat is gewoon je geweldig. Hebt wel eens een filmpje laten zien, volgens mij. Het zag er heel vet uit qua stage en lichten en show. Ja, de stage was echt vijf verdiepingen hoog. En bij de main stage konden echt 15.000 mensen. Dus dat geeft wel gewoon echt een hele grote, best wel gekke sfeer. Ja. En mocht de organisator nu toevallig meekijken, waar kunnen ze jou volgen? Waar kunnen ze mij volgen? Ik heb mijn Facebook wel een beetje afgeschermd, want anders gaat er iemand mij nog neersteken wat ik zeg. en
Maar op, ja, ik heb gewoon op Facebook heb ik een Facebookpagina voor mijn artiestenprofiel. Ja, artiestenprofiel. Ik heb nog geen nummer geproduceerd, dus ik vind het dan een beetje raar om mezelf een artiest te noemen. Maar Inform, ja, gewoon mijn DJ-naam, kun je hem op vinden. Inform Amsterdam. En dan vind je hem wel. Ja. Nice. En ja, ik kan me natuurlijk altijd volgen op Instagram, hè. Dat schijnt tegenwoordig ook heel een ding te zijn, ik weet niet waarom. Maar